Ja, wat een chaos in Den Haag. Ja, de Mark, die stopt er in één keer mee. Ja. Ja, die gaan we straks nog missen hoor. Ja, let op. En het debat, dan ja, over de val van het kabinet. Maar het meest opvallende toch van alle gedoe weer in de politiek, dat is toch weer daar aan de linkerkant. Ja. Wijs ik naar de goede kant of is dit links? Weet ik veel, links? Ja, ben ik het even kwijt. In ieder geval aan de linkerkant. Ja, onze Adje Dubbel T. En Knulletje Klaver. Heb je ze weer gezien? Nou zeg, ik bedoel, dit is een soort Peppie en Kokkie aan het worden van de politiek. Wat een ongelooflijk komisch duo is dat zeg. Ja, die werken enorm op mijn lachspieren. Ja, die nemen ook Olympische vormen aan nu. Zo groot zijn ze, die lachspieren. Ja, volkomen getraind. Maar vrienden, zij komen dan met een motie van wantrouwen en die zeggen dan van ja, nee, die Rutte moet weg. Rutte moet nu acuut, direct, per direct weg. Ja, en er moet een zakenpremier komen. Elke expert op het gebied van staatsrecht en iedereen die er een beetje verstand van heeft, die weet dat dat gewoon helemaal niet kan. Het kan niet, je kan niet de premier van een demissionair kabinet, kan je niet wegsturen. Nee. En als je dat dan doet, dan nog moet je een enorm veel procedures, kom je dan terecht om die man eventueel te vervangen. En dat zou dan waarschijnlijk weer toch iemand van de VVD zijn geweest. Dus wat waren ze dan waarschijnlijk opgeschoten. Maar dan nog daarbij komt dat ministers van de VVD, die waren dan waarschijnlijk meegegaan met hem. En ook allemaal weg. Dus dan creëer je een nog veel grotere chaos dan die je al hebt. En dat is dat dan zogenaamd in het landsbelang? Ja, en dat vraag ik dan aan Dubbel T en Knulletje Klaver. En bovendien, ja, als dat dan allemaal gebeurd zou zijn, dan was met die ministers weg, dan was Kaag, de kakelende, was dan premier geworden. Nou, dat is van de regen in de drup en omgekeerd. Ja, vrienden. Wat is dit al? Dat is toch niet serieus? Dat is niet serieus politiek bedrijven. Nee. En dan, toen kwam de grote giller van Adje Dubbel T. Heb je die nog gehoord? Ja, die was helemaal ook om in te lijsten. Adje Dubbel T zei, ja, maar luister eens goed. Wij gaan niet in een kabinet zitten met Rutte. Dan kan je mij wegdragen hoor. Ja, wat. Alsof ze in aanmerking zou komen. Adje Dubbel T. Met Knulletje Klaver. Om in een kabinet te gaan zitten. Nee, natuurlijk niet. Nee, dus, ja, nee, dat gaat niet met Rutte. Dus hetzelfde als ik zou zeggen. Ja, maar. Nee hoor, ik zeg. Ik heb nee gezegd voor het trainerschap van Real Madrid. Ja, nee, dat doe ik absoluut niet. Alsof dat dan aan de orde is. En ja, dat, ja. Nee, ik wil geen trainer van Real Madrid. Au. Wat een lollige club is dat toch. Hé? Ja, nou ja. Laten we hopen dat ze nog even blijven. Die Adje Dubbel T en Knulletje Klaver. Dan hebben we in ieder geval nog iets te lachen.